Van der Heijden probeert Blondel te vinden. Hij vindt hem niet. Hij vindt Kouyaté. Die werkt zeer slecht weg. Perisic. Perisic gaat trappen. Eerste schot op doel. Rechts veel ruimte voor Karel Hoefkes. Goed tikje. Goede deviatie van Karel Gerards. Met het knieverband nog altijd. Oh, en dan Gerards. Die trapt hem binnen. 1-0. We zijn nog geen 3 minuten aan de gang. Heldere aanval. En wat staan ze daar te staan in de defensie bij Anderlecht. Ja, hij kreeg alle tijd om af te drukken. Jan Breidel ontploft. Hier, kijk eens, wat een ruimte. Daar zitten ze allemaal. Lekzak stond bij Gerards. Dan een soort botsing. Proto kan niet goed wegwerken. Ze raken elkaar niet echt. Hier zien we het beter. Proto, ja, die bal uitermate knullig weggewerkt eigenlijk. Ja, Proto ziet niet de best. Mazouk verliest het duel. Kijk. Jonathan Lezard gaat die trappen. Lukaku kan die voorbrengen. Dat is dan allemaal. En dan een kopstoot, een doelpoging van Anderlecht. We hebben er 20 minuten op moeten wachten. Ryan Donk mag zomaar oprukken. Zoeken naar de ruimte. Blondel moet naar de buitenkant. Gillet is daar weg. Knijpen naar binnen noemen ze dat. Perisic. Perisic. Blondel gaat er een doelpoging komen. Proto met reflex. Nog eens Perisic. Blondel. En dan nog eens terug. En het schot meteen. Met links was niet makkelijk, maar Proto op de goede plek. Hoefkes. Die bal niet echt accuraat, maar Blondel. Ja, penalty. Want Gillet raakt Blondel aan. En dan gaat hij nog een kaart krijgen ook. Gillet, hij zat al niet goed in de wedstrijd. Ja, we gaan er nog eens naar kijken. Guillaume Gillet, ongelukkige controle. Dan trapt hij daar, ja, tegen de borstkas, de ribben van Blondel. Meteen penalty, zegt Gumini. Die aarzelt niet. Als we goed kijken, dan zien we eigenlijk dat het misschien wel buiten de 16 is. Dat de overtreding op de trap is van Gillet. Blondel gaat spectaculair neer. En het protest van Anderlecht, ja, ik kan dat wel volgen. Kijken naar Perisic. 3 minuten voor de rust. Ivan Perisic. Topschutter bij Club Brugge. Ja, dat is zijn 17e van het seizoen. Club Brugge leidt met 2-0. Anderlecht zal uit een heel ander vaatje moeten tappen om dit nog te kunnen rechttrekken. Nou, Wildiraar met de hoekschop. De eerste voor Club naar de rust. En hoe? Donk terugleggen. En dan Perisic. Nee, nog van de lijn gehaald door Biglia. Ja, Anderlecht ontsnapt hier aan de 3-0. Ivan Perisic bezig aan een uitstekende match. Beetje rare piqué stoot. Hier is het Biglia. Die echt wel redding moet brengen hoor. Leuke bal is dat. Op Perisic. Perisic zou die bal binnen. Dat is moeilijk. Hij doet het en het is 3-0. Ongelooflijk. Wat een paas. En dan het loopvermogen. De snelheid van Ivan Perisic. 3-0. Joshua Kpala. Hij scoort zijn 5e van het seizoen. Hier nog eens die schitterende paas van Ryan Donk. In de rug van Gillet. Die was al niet sterk bezig. En dan naar Kpala met zijn scheenbeen of zoiets. Maar de bal gaat tegen de netten. Hij kon niet meer missen. Hij lacht zijn tanden bloot. Maar Perisic met een schitterende assist. Speelt een berenmatch. Het zijn individuele acties. Dat is een goede actie. Dat is een goede voorzet. Lekzak kan die trappen. Lekzak op Kozemans. Ja, beste kans. Beste mogelijkheid voor Anderlecht in deze match. Suárez tegen Van der Heijden. Een soort heupworp. Oeh ja, Suárez doet er nog iets bovenop. Die had al geel. Ja, dat krijgen ze nog bovenop. Kouyaté probeert hem nog tegen te houden. Maar daar is de rode kaart voor Matías Suárez. Anderlecht. U kent de uitdrukking, moet de kelk tot op de bodem ledigen. Ja, hier gaat hij reageren. Niet zoveel aan hoor. Trapt hij? Ja, hij raakt hem. Anderlecht combineert nog wel, maar niet veel meer dan dat. Van Gijzigen verliest dat duel van Lukaku. Hard van Lukaku. Maxime Lestien. Kpala niet. Moe, daar is wel ruimte voor Nabil Dirar. Nabil Dirar. Nee, op de paal. Lestien ook op de paal. Ja, ze verzorgen het spektakel. Nog eens goed kijken. Nabil Dirar doet het zo. En dan valt hij. Oeh, en Proto heeft hem helemaal mee.
De match is afgelopen. Anderlecht beleeft een bijzonder pijnlijke middag.